Pardon. Yo, welkom bij een nieuwe Pokédex video. Hashtag Throwback Thursday. Ik hoop dat jullie allemaal een beetje goede feestdagen hebben gehad. Maar, dames en heren, we gaan toch weer even lekker terugblikken op een video die wij ergens in de afgelopen 2,5 jaar hebben gemaakt. Nieuw jaar, nieuwe zorgverzekering, nieuwe goede voornemens. Nou, en toen dachten wij... Nee, wij dachten geen Pam, maar we zagen wel een verschrikkelijk irritante reclame van Menzies. Die Maarten nog wat, weet je wel, die kale zwemmer die kanker overwon. En uiteindelijk de Olympische Spelen opging en fantastisch werk leverde. Maar hij kwam in een reclame terecht van Menzies en jeetje, wat was dat saai zeg. Dus Thomas van Teumes en T en ik dachten, hey, wat nou als we het even helemaal... omdraaien. Hè? Humor is in principe wat dat betreft vaak gewoon, als jij zegt A, zeggen wij B. Of nou, je zoekt het contrast op. Dus wij dachten in plaats van gezond, ongezond. Nou, uiteindelijk is er dit uitgekomen. Hulde aan Pieter van Ponkers. Verstopt bergen snoep in de tuin van moeder natuur. Vormt zijn lichaam met een killing spree in talloze shooting games. Verslaat calorieën in een kilometerslang gevecht om een goed lijf. Ik ben trouwens wel benieuwd. Ik pak even een reactie erbij. Ik versta telkens hoer, klopt dat? Ja, dat is wel grappig. Wij hebben niet de officiële tune van Menzies gebruikt. Ik heb het zelf niet ingesproken, maar ik kan me nog herinneren dat het inderdaad wel zo was. Even goed luisteren. Ja. Een geweldig programma voor obesitas en zwaarlijvigen. En het leuke is, om mee te doen hoef je niet ongezond te zijn, als je maar ongezond leeft. We krijgen best wel vaak de vraag van, hey, hoe komen jullie op het idee? Ik bedoel, filmtechnisch gezien, et cetera, gaan dingen best wel steeds makkelijker. Maar hoe komen jullie bijvoorbeeld op een idee? Een grap bedenken. Nou, wat ik eigenlijk al zei, weet je, vooral op het gebied van parodieën ga je toch een beetje op zoek naar het tegenovergestelde. Een mooi voorbeeld daarvan is, wij maakten Praat Amsterdams met me eigenlijk best wel gewoon een vrolijk parodietje. En toen kwam Praat Rotterdams met me. Precies het tegenovergestelde. En kort en krachtig. Nou, en je ziet hoe wat voor succes dat heeft gehad. Wat ik probeer te zeggen is, als je zelf een parodie wilt maken, of hoe maak je een sketch of parodie. Mijn mening daarover is dat je vaak dingen of heel erg moet vergroten, of dat je het tegenovergestelde moet gaan zoeken. Als laatste wil ik nog even zeggen, zoals je ziet, in de endcard hebben echt heel veel dingen. Je kan op heel veel dingen klikken. 3 video's, een abonneerbutton. En waar we nu eigenlijk voor kiezen is gewoon, houd het zo simpel mogelijk. En wij vinden eigenlijk dat we gewoon één helder punt moeten geven aan jullie. Van hé, dit hebben we of dit hebben we. Vind je dat leuk? Klikken. Anyway, zoals je ziet zijn we echt ontiegelijk veel veranderd. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat vind jij eigenlijk van al deze veranderingen die je tot nu toe hebt meegemaakt als je al langer naar Ponkers kijkt? En mocht je nou gewoon een andere video willen zien, klik dan eventjes daar. En we zijn ook onze webshop, website gestart, www.ponkers.nl. Neem daar ook een kijkje op en anders checken we jou gewoon bij een volgende video. En tot later.